hoe jij dieren met brillen en nog veel meer bijzondere dingen zag op het Boekeneiland. Plets! Er slaat een grote golf over de rand van ons avonturenbootje. Kapitein Klot schreeuwt: water! Ik haat water! Hij wringt zijn baard uit. De zee is wild vandaag. Ons bootje zwiept van links naar rechts. Je bent een beetje misselijk. Gelukkig, daar in de verte is het eiland al. Het is helemaal volgebouwd. Het lijkt wel of er allemaal hoge gebouwen op staan. Maar als je dichterbij komt, zie je dat het helemaal geen gebouwen zijn, maar kasten. Wat zou erin zitten? Je kijkt door de verrekijker. Oh, wacht. Er zitten boeken in. Het zijn kasten en kasten vol met boeken. We gaan naar een boekeneiland, kapitein Klots, zeg je. Boeken, mort de kapitein. Ik haat boeken. Hartstikke saai. Is dat nou een avontureneiland? Je kijkt nog eens door de verrekijker. Daar is een steiger. Je stuurt het avonturenbootje erop af. Als we er zijn, spring je op de steiger en pak je het touw aan van kapitein Klots. Je bindt de boot goed vast aan een paal. Zo, die zit vast. Kapitein Klots springt ook uit de boot. Plets! Opnieuw komt er een grote golf water over hem heen. Wauw! Schreeuwt kapitein Klots opnieuw. Shh! Klinkt er vanaf het eiland. Wie deed dat? Wacht eens even. Daartussen de boekenkasten staat een vos. Een vos met een dikke bril. Ze houdt een vinger voor haar mond. Met haar andere poot wijst ze naar een bordje dat op de steiger hangt. En dan verdwijnt ze weer tussen de kasten. Je kijkt naar wat er op het bordje staat. Stilte, AUB. Kapitein Klots zucht. En we moeten hier nog stil zijn ook, moppert hij. Kom mee, kapitein Klots, zeg jij.